een sloopvergunning. Het mooie huisje mag plat van de gemeente. Het gaat me wel in het hart als ik me voorstel dat het er straks niet meer is. Maar het is nog niet zo ver. De spanning stijgt intussen wel. Alle bedragen staan nu zo'n beetje vast. Deze week worden de laatste wijzigingen nog verwerkt en dan kan de budgetaanvraag ingediend worden. Dan moeten ze dan nog wel een paar weken op kouwen. En dan moet het verlossende woord gesproken worden. Maar zolang er nog geen groen licht is, staat nog niks vast. We zitten nu ruim 3 jaar in dit versterkingstraject. En onze mazzel is dat we het gevoel hebben alsof we ons in een langdurige Netflix-serie bevinden. Het is een verhaal en tot onze verbazing zitten we daar zelf in. Maar nu lijkt toch echt wel de ontknoping aan te komen. Gaat ons huis plat? Gaan we echt een nieuw huis krijgen?